my friends, we got money to spend. Me and my friends, we got money to spend. Het is vandaag vrijdag en het is officieel vakantie voor mij. Ik ben ervan overtuigd dat in de volgende video, tenminste op het moment wanneer ik die aan het opnemen was, dat het vakantie was voor het zuiden. Want het is nu vakantie voor mij. Ik woon in het midden van Nederland en ik heb een baan. Ik heb een aantal plannen die ik deze vakantie ga doen. En ik dacht, ik neem jullie gewoon een beetje mee als in een vlogachtig iets, voor zover dat kan. Ik ben nu weer terug bij mijn moeder elke vrijdag. Verwissel ik van huis van mijn ouders. En ik ga even mijn kamer veranderen. Ik doe dit basically elke keer als ik hier ben. Ik heb gewoon verandering nodig in mijn leven of zo. Maar zo ziet het er nu uit. Het is ook helemaal niet netjes. Maar ik vind het gewoon... not really. Ik heb onder andere Starlight besteld. Zijn Starlight projector. Die wil ik echt al super lang. Maar die is nog onderweg. Maar ik heb ook een neon sign besteld. Gewoon op Shein. Want ik dacht, oké. Dat is gewoon in de vorm van een bliksem. Ik zou hem zo even unboxen. En ik heb wat nieuwe foto's besteld voor op mijn deur. Dus die ga ik zo meteen ook even ophangen. En het moet allemaal heel snel. Want over 3 kwartier komt een vriendin van mij hier. Dus I don't know if I'm gonna make it. Maar ik ga proberen zo ver mogelijk te komen. En ik zet het weer een beetje terug op de oude manier. Yeah. Vakantie. Was ik echt aan toe trouwens. Ik heb echt even zin om een week lang gewoon niet te denken aan school. Want het wordt allemaal te veel. Het zit allemaal hier en het moet gewoon uit. Dit is hoe het er op dit moment uitziet. Ik heb dus dat neonlicht nieuw. En ik heb dit weer gezet hoe het eerst ook stond. En nu moet ik die foto's nog gaan veranderen. Maar daar heb ik nu geen zin meer in. Dus ja. Hi guys, ik ben hier nu met Lisa. We zijn net naar de winkel geweest voor wat benodigdheden voor deze avond. En we gaan zo sushi eten. Zin in. Yeah, yeah. Hi guys, het is een paar dagen later en ik ben het nu aan het editen en ik realiseer me dat ik deze dag helemaal niet heb verteld wat ik vandaag had gedaan. Maar het was echt super lekker weer, dus ik ben met een vriendin naar Paleis Lo gegaan en daar hebben we voor 2 uurtjes gewandeld. En het was echt super lekker weer, het was een hele mooie plek om te wandelen en we hebben ook hertjes gezien en zo. En dat was super schattig, maar dat is dus wat ik deze dag heb gedaan en dat heb ik een beetje voor jullie gefilmd, dus bij deze de beelden. I like the narco. Got dope like Pablo. Cut dope like Pablo. Chop trees with the Draco. On the north got Diego. Say hasta luego. We'll be in rapping kilo. Snub nose with potato. Take out. No monkey in the jungle, fly high like a sauna. Bouncing off and I'm trying to weave an anaconda. Jumping in the water, trying to sleep across the border. Got see stars out, got me beat by Verona. Out bagging, bag of money, knew I gotta have it. Savage, but I'm still a gentleman in Cali. Athletic, nigga turn them in about the cabbage. Hi guys, het is vandaag zondag en het is weer echt super lekker weer vandaag. En ik ga met 2 vriendinnen picknicken. En ik heb me net even klaargemaakt. Ik heb een vlechtje in mijn haar. Dit is mijn outfit. En ik ga zo meteen naar Annabel toe met Jasmijn. En dan gaan we lekker picknicken omdat het zo lekker weer is. Vol door de bocht. Waarom nemen we dit mee? Ja, we moeten mee. Hoe willen we dit meenemen? In mijn krat. Oh ja, ik was vergeten dat zijn krat. Moet ik hier allemaal aan?
guys, het is vandaag maandag en vandaag ga ik met mijn buurmeisjes Julia en Evie afspreken. Het is nu ongeveer 1:30 en ze komen zo meteen en dan gaan we naar de supermarkt, want we gaan s'mores maken en gewoon spelletjes spelen. Een gezellige middag hebben, dus dat zijn de plannen voor vandaag. Insect, acht poten. Spin. Ja. Een baby, die doe je in een. De provincie waar Deventer. Van Deventer. Overijssel. Ja. En het christendom is een. Geloof. God. Een godsdienst. Ja. Wachten jullie op mij? Ja, nu gaan! Je schrijft op papier en dan heb je een. Pen. Je schrijft op papier dan heb je een pen. Wat zeg jij? Nee, en dan doe je het op de post en dan heb je een brief. Ja. Oh. Ja. Als je allemaal stenen bij elkaar haalt, dan ben je aan het... Hi guys, het is vandaag donderdag. Afgelopen dagen was ik met mijn vriend en ik heb dus niet gefilmd, want ik wou gewoon de dagen spenderen met hem. Maar het is nu avond, donderdagavond, en ik ga zo meteen naar Annabel toe, want we gaan logeren met Joanna en Lois. Dus dat is super leuk, want ik heb hun als groep zeg maar niet meer gezien sinds de kerstvakantie. Dus dat is echt lang geleden. Dus ik heb er heel erg veel zin in. Dus ja, daar ga ik zo meteen heen. En ik ga nu even mijn spullen pakken en me klaarmaken. En ja. En je hebt een rare staart. Jouw staart is lelijk. Ik echt. Dat. Ah! Het is een olifant.